Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Hier geen overtreding op Mata, vindt Bastiaan. Vormer. Club nog eens met veel volk mee naar voren. Lars van Aken! En daar is de eerste bal tussen de palen in deze wedstrijd. Net geen 40 minuten zijn we ver. En het is toch weer Vormer en Van Aken die elkaar vinden. En Van Aken heeft er al heel veel gemaakt op deze manier. Maar vandaag niet. Nee, maar tijd voor Vormer om die bal te brengen. En dat doet hij dan ook zeer goed. Hele goede bal. Een beetje geluk voor Zenit. En dan gaat hij wel heel makkelijk liggen. Ozdoyev. En dan Horvat moet net niet tussen beiden komen op die uitvallende bal. En het schot van Driussi. Daar komt inlopende Asmoen. Kwam van ver, sprong hoog. Misschien iets te wild. Diatta, wanneer laat hij eens wat zien? Het is ook niet zijn avond. Dennis houdt binnen en de ketelaar moet het afmaken. Dat doet hij niet. En dan toch Emmanuel Dennis. En is die bal niet buiten geweest? Een goede keer. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat dit een geldig doelpunt is. En Emmanuel Dennis doet het toch weer in de Champions League voor Club Brugge. De ketelaar liet het liggen en Dennis doet het dan maar. Dit is onverhoopt, komt ook helemaal uit de lucht gevallen. Met wat aanvankelijk een slechte paas was van Diatta, want die leek veel te hard. Kijk hier. En Dennis, nee, is niet buiten geweest. Uitstekend gevlacht zou ik zeggen. En de VAR zal hier niet tussen beiden komen. Hier gaan we het helemaal zien. Tegen de hand en daardoor blijft die bal binnen. Wat een geluk heeft Club Brugge hier. Asmoen. Meteen gooien. Oeh, en dit is altijd de gelijkmaker. Wat doet hij daar, Karavajev? Asmoen met Rika. Asmoen. Daar is de opkomende man. Driussi, die schiet veel te wild. Maar Club speelt met vuur. Hier is Wendel. Dus de twee aanvallende flanken bij Zenit vervangen. Lovren van heel ver. Oh. En via Doelhout en Horvat gaat die bal erin. Lovren blij. Want deze goal valt helemaal uit de lucht. Hij krijgt ruimte. Het was een geweldige trap. En dan pech voor Ethan Horvat. Toch weer hij. Pech voor Club Brugge. Hier is Wendel. Oh, mooi aangesneden voorzet. En daar is Horvat met zijn redding van de avond. En zo houdt hij Zenit van het tweede doelpunt. Zo houdt hij Artem Dziuba van een intikker. Van Aken. Lang. Noah Lang. Van Aken schuift mee. Hier is Vormer. En zo heeft hij zich graag. Vormer en de ketelaar. En daar is de 1-2. Wat een mooie aanval van Club Brugge. En in extremis in minuut 93 pakken ze hier nog de zege.
Zenit liet het allemaal gebeuren en plots lukte alles. Knap werk van Lang in eerste instantie. En dan via Van Aken geen buitenspel. Dat is een heel mooie combinatie. Eigenlijk helemaal uitgespeeld. Over vier stationnetjes. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.